Hiervoor werkte ik bij een groot landelijk schoonmaakbedrijf en was ik verantwoordelijk voor 2 grote fabrieken waar we dagelijks schoonmaakten. Je moest steeds goedkoper, sneller, beter. En daarvoor moet je je medewerkers steeds harder aanpakken, terwijl ze eigenlijk al heel goed hun best doen. En dat vond ik heel lastig. Proberen zo min mogelijk confrontatie aan te gaan. Ik was wel gestrest. Veel ook aan het werk om te zorgen dat mijn medewerkers het minder druk hadden. Dus ik deed ook heel veel dingen zelf. Ja, daar bleef mijn eigen werk liggen. En daar, dat deed ik dan 's avonds of later in het weekend. Of, dus gewoon ook compenseergedrag. Mijn rol is projectleider. Ik ben verantwoordelijk voor het eindresultaat op locatie. En in het begin heel erg wennen. Ik had het in één keer een stuk rustiger. En dat vond ik wel een beetje spannend. Ik keek om de 2 minuten nog ongeveer op mijn telefoon of ik een belletje kreeg van hey, daar is iets niet goed gegaan of daar niet goed gegaan. Maar ik merk nu langzamerhand dat het eigenlijk vanzelf gaat. En ik ben dus veel bezig met mijn medewerkers, het aansturen van mijn medewerkers, het opleiden van mijn medewerkers. Maar ook met de klant, het adviseren van wat gaan we met je afval doen. Circular Coach is een medewerker van ons die eigenlijk het contactpunt is naar de afdeling toe over het afval. Die loopt elke dag langs alle afvalbakken. Die kijkt wat er in afvalbakken zit. Die neemt het mee in een verzamelkar. En die zorgt dan dat het gewogen wordt en geregistreerd wordt in een boek. Wij zetten onze medewerkers overdag in. En dan zien de bewoners van het pand onze medewerkers rondlopen, zodat we ook echt advies kunnen geven. En dat wij dus afval een gezicht geven. En je merkt dat 's avonds, de schoonmaak werkt meestal 's avonds of 's ochtends, dat ze eigenlijk niet gezien mogen worden. En wij proberen juist het naar voren te halen en medewerkers centraal te zetten in het afvalverhaal. Het heeft heel veel raakvlakken, laten we het zo zeggen. De schoonmaker heeft dagelijks al het afval in handen. Maar ik denk als je de medewerker goed opleidt en ook vertelt waarom ze moeten afval scheiden, dat eigenlijk alle schoonmakers wel gecoacht kunnen worden naar een circular coach. Ik loop dan een paar dagen met je mee. Ik ga uitleggen waarom we afval scheiden, waar je op moet letten, wat belangrijk is. En het vooral gewoon doen. Eigenlijk een soort gastvrouw zijn voor het afval.